mijn drijfveer om te werken in de zorg is eigenlijk om de verbinding aan te gaan en samen voor mensen die kwetsbaar zijn in de maatschappij, om die een zo mooi mogelijk leven te kunnen bieden met net zoveel kansen als iedereen. Ik denk om jongeren meer aan het werk te krijgen in de sector, moeten werkgevers iets meer inspelen op het social media kant, dus wat nu heel erg speelt onder de jongeren, om daar meer op in te spelen. En ze tijdens stages of werk ook de ruimte geven om hun inzichten, maar ook hun kwaliteiten in de social media te kunnen benutten. Als ik kijk naar de rol van jongeren binnen de zorgsector in de toekomst, dan denk ik dat het bij de opleiding begint en dat het veel breder moet worden. En dat meer focus moet liggen op communicatie. Dus dat de komende jongeren in de zorgsector, die moet meerdere kwaliteiten hebben, maar die moet ook heel goed communiceren tussen allemaal beroepen, zodat je met elkaar in verbinding staat en met elkaar zo goed mogelijke zorg kan leveren.